Positief sentiment op Matief de kop ingedrukt. Dit is de granenflits van maandag 7 november. Op maandag 31 oktober sloot de Matief tarwenotering op €165,75 per ton. En om dat prijsniveau te kunnen evenaren moeten we terug naar de eerste week van augustus. Is er licht aan de horizon voor een hogere tarweprijs? Nou, dat valt te betwijfelen, want gedurende de week ging het naar beneden en eindigden we met €161,75 per ton. De CBOT in Chicago toont een soort gelijkbeeld, al was het koersverloop daar afgelopen week wel iets grilliger. Toch verandert er iets op de stemming op de tarwemarkt. Beurs Emmeloord veranderde afgelopen week haar stemming, waarbij het opmerkt dat niet langer tegen iedere prijs tarwe wordt verkocht door boeren. Een tegenvallende kwaliteit in Rusland en een lagere Australische opbrengst van tarwe moeten de markt iets steun bieden. Maar daartegenover staat een recordhoge Chinese tarwevoorraad en de verwachting dat de Europese oogst voor 2017 4% hoger gaat uitkomen. Dat is natuurlijk koffiedik kijken, maar het zijn wel weer signalen die het licht positieve gevoel de kop indrukken.